miljoen rijker. En dat in het zwemmen. Want Brian Riekeman heeft op het EK open water zwemmen in het Israëlische Eilat een gouden medaille gewonnen. Brian Riekeman zwom de 25 kilometer in iets meer dan 5 uur en had aan de finish 4 seconden voorsprong op de Bulgaarse wereldkampioen op dit nummer, Stoichev. Voor Riekeman is het zijn eerste titel op een groot kampioenschap. Afgelopen week eindigde hij op datzelfde EK nog ontgoochelend 16e op de 10 kilometer. Het nummer waarop hij in actie komt op de Olympische Spelen van volgend jaar. De 25 kilometer staat in Londen niet op het programma.